Coach Bert van de Wetering laat sinds corona heel Nederland uit Fokkerbos online meezingen. Inmiddels haken al zo'n 3000 mensen aan tijdens zijn wekelijkse zangsessies. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe gaat het precies in zijn werk? Eigenlijk heel simpel. Mensen melden zich aan via mijn website. Ik krijg daarna de link voor de stream die de zaterdag daarop is. En zaterdag om 10 uur, ja, tijd je bed uit en dan klaar zitten. En dan beginnen we gewoon, klik op de link en je kunt gewoon lekker veilig naar huis. Corona-proof meedoen. Ja, nou, ik sta er, ja. We gaan even kijken. Doe je arm uit, lekker wijn. Het is heel simpel, gewoon een beetje masseren en klank maken, maar het doet heel veel. Nou, schud weg ons hele lichaam los. Het is hier gewoon heerlijk om te zingen. Maar je laat mensen ook een bepaald woord Op de petel. Ja, dat woord. Ja. Dat moeten mensen ook allemaal. Ja, je moet die articulatiespieren natuurlijk een beetje trainen. Dus dat is een leuk liedje van Harry Bannick en Annie Schmid. Ja. Precies. En dat is natuurlijk een liedje wat je mooi kunt gebruiken om al die spieren van die lip en die tong te trainen. Want zingen is natuurlijk echt een... Het gaat een beetje een instrument. Ja, er moet wel wat gebeuren, ja. En aankomende zaterdag is voor de 32e keer, geloof Klopt, ik. Klopt, ja. Hoe ontstaat zoiets om met z'n allen dan te gaan zingen ineens? Ja, toen in maart vorig jaar al mijn concerten wegvielen en ik alleen nog een paar zanglessen kon geven aan mensen, dacht ik, ja... Ik wil mijn passie blijven uitvoeren. En toen ben ik een gratis online zangles gaan geven, want ik was al een online training aan het bouwen, dus ik zat er al wat in. En ik dacht, hey, dat is leuk, daar wil ik mensen bekend mee maken, er komt vast 30, 40 mensen op af. Ja. En dat werden dus de eerste keer gelijk 800. Toen dacht ik, wow, dit is wel heel veel. Ik had één bericht gedeeld op Facebook en het werd 100 keer gedeeld. Nou ja, dan gaat het hard. Ja. Dus het was een enorme behoefte. En logisch eigenlijk, want al die mensen die klaar stonden om hun Johannes Persoon, Matthäus Persoon, wat voor concert te zingen, al die mensen zaten thuis. En, al die koren, ja. Ja, en het zingen is zoiets, zo'n passie van mensen. Dat gaat over je hele mens zijn. Het gaat niet alleen over even lekker zingen, je stem gebruiken, maar het gaat over wat doet het met je mind, met je hele lijf, met je energie. En met je emotie, met je gevoel. En daardoor dachten die mensen, wow, er is iemand die door, ik wil blijven zingen, dus we haken aan. En ja, dat... Maar je kan elkaar niet horen natuurlijk, dus het is... Nee, ze horen alleen mij, ja. Inderdaad. Ja, maar het gevoel, dat is het bijzondere ook, het gevoel is wel dat ze weten, we zijn met heel veel mensen nu tegelijk. Inmiddels 3000? Ja, 3000 live en dan wordt hij de dagen daarna tot... Want je hebt het nu ook wel heel professioneel aangepakt, hè? Dus je hebt echt een studiootje van gemaakt en je hebt ook echt via YouTube een officiële streaming... Klopt. Ik heb na één keer bleek het via Zoom het geluid echt zo slecht was. Ja, ik ben technisch echt, denk niet over na, dus ik ben gewoon begonnen. En toen tweede keer technicus in de hand genomen en die heeft met mijn prachtige YouTube-stream van gemaakt. En mooi beeld, bladmuziek duidelijk. Dus het is heel gebruiksvriendelijk en het ziet er gewoon echt heel mooi uit. Ja, ik ben heel blij met Henry. Ja, ja, maar het is niet zo dat alleen mensen die al zongen mee kunnen doen. Hè? Nee. Dus niet alleen voor mensen die in koren zitten, maar ook gewoon voor de huistuin en keuken. Douche, badzinger. Er zijn mensen die zeggen, ik durf weer te zingen. Ik heb jaren niet gezongen en ik durf weer te zingen. Doordat het zo... Ja, het is thuis, weet je, niemand hoort je. Dus nee. Dus super veilig. Of je doet het met je eigen familie, is ook veilig. Dat zou leuk zijn, ook hele gezinnen, kinderen en ouders, ja. Die mensen. Maar er zijn ook mensen, de vrouw van de dokter. Ja, ja, super. Die doet ook mee, toch? Elke zaterdagmorgen. Elke zaterdagmorgen. Nou, maar het is heel gezond. Zingen is zo ontzettend goed. Je maakt er zoveel goede stofjes van. Nou, de academische wereld doet er al heel lang onderzoek naar. Onze eigen Erik Scherder, die hier vaak ook is, die zegt ook dat het heel belangrijk is. Een muzikale muziekinstrumenten bespelen voor kinderen zorgt ook dat er allerlei verbindingen in je hersenen worden gemaakt. Absoluut, omdat je zeker met zingen ben je en met tekst bezig, en met melodie, en met ritme, en met adem. Dus er zijn heel veel gebieden in de hersenen die aangesproken worden. Plus je hele lijf naast je hoofd wordt ook, wat ik zeg, ook uit je hoofd en in je lichaam komen. Je gaat met je adem bezig, je stress wordt lager. Daar word je dus gewoon gezonder van. Maak je gezonde stofjes, oxytocine, knuffelhormoon aan. Nou, als we iets in deze tijd nodig hebben, is het volgens mij knuffelhormoon. Dus ik zeg, ga zingen. Maar daar hebben mensen over de hele wereld toe mee, begreep ik. Ja, vanuit Afrika zelfs zijn mensen mee, of Curaçao, Amerika, Australië. Maar Nederlanders die daar wonen. Veelal wel, maar heel af en toe zie je ook inderdaad Engels spreken, omdat de liedjes natuurlijk zijn in allerlei talen. We zingen in Zweeds. We zingen in het Engels natuurlijk, we zingen ook in het Nederlands natuurlijk, maar we zingen, ja,
Er komt zo'n notenbalk onderlangs met de tekst. Hè? Ja. Dus je kan ook echt goed mee. En wat voor liederen zing je zoal? Alleen maar vrolijk optimistische dingen? Nee, want mensen willen zich aan alles herkennen. Mensen willen ook een stuk, soms een stuk frustratie kunnen uitzingen. Mensen willen een stuk ontroering. Ja, voor de frustratie. Nou, bijvoorbeeld gaat een lied over een minnaar die maar blijft liefhebben. Maar die de trots moet doorbreken van de geliefde. Want die laat niet toe. Dus die wreedheid, ze voelt die vrede emotie dat ze niet toegelaten wordt. En zij blijft trouw liefhebben. Dus ja, dan moet je wel ergens doorheen, zeg maar. En zijn er nog bepaalde dingen die je niet moet doen voordat je gaat zingen? Ik hou niet zoveel van heel veel regeltjes daarom, want dan word je alleen maar angstig. Maar ze zeggen wel eens dat je volgens mij niet te veel chocola moet eten. Dan krijg je veel slijm op je stembanden. Dan moet je dan eerst er allemaal afzingen. Okay. Dat is niet zo handig, denk ik. Nou, wij willen natuurlijk heel graag jou horen, zoals je dat ook op jouw scherm doet. Wij mogen dan, ik ga maar achter de vleugel als je wilt. Wij mogen dan allemaal thuis meezingen. De livestream is dus elke zaterdag van 10 tot 11:30. Wilt u meezingen, meld u dan aan via zingalsvanzelf.nl. En het nummer waar Bert een stuk uit gaat zingen is nu Avond van Boudewijn de Groot. En bedoeld als een knipoog en een beetje relativering van de avondklok. En u mag dus allemaal uit volle borst meezingen. Hier ook. Ja. Weer aan te trekken en te hopen dat je liefde doet. Naar buiten de storm in die maar razen in het donker, want binnen is het warm en liefde en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van open twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Want je kunt niet zeker weten. Voor iedereen. Veel dank. Ja, en nu dank voor het kijken thuis en tot morgen.